www.deboodschap.today. President Bouterse spreekt CARICOM toe. President Desiree Bouterse heeft tijdens de 10e buitengewone spoedvergadering van de conferentie van CARICOM-staatshoofden en regeringsleiders toegesproken. Suriname heeft middels een interventie van president Bouterse ondersteuning verleend aan een regionaal agrarisch plan van actie waarbij hij onder andere heeft gepleit voor nauwere regionale samenwerking. Het volledige bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.